Dus dit zijn je triceps en je spant hem hier aan. Knijp je hem aan. Ken je dat? Meisjes die komen naar de gym toch vanavond gaan trainen, want ze hebben niks gedaan. En daarnaast heb ik weer een hele leuke winactie voor jullie. Goedemorgen, het is vandaag woensdag en ik ga straks eerst even Eli naar de gastouder brengen. En dan ga ik gelijk door met de trein naar Amsterdam. Omdat ik daar een soort workout van Faya Laurens krijg. Samen met nog meer YouTubers, bloggers en ik weet nog niet wie er nog meer zullen zijn. Maar ik ben wel heel benieuwd. Het is een workout van, ik geloof, een uur, anderhalf uur. En daarna gaan we een soort gezonde lunch houden nadat we ons hebben omgekleed en weet ik veel wat allemaal. Dus ik ben heel benieuwd. En het is zeg maar voor haar, voor de lancering van haar nieuwe boek. Killer Body Diet. Of nee, zeg ik het goed? Ja, Killer Body Diet heet het. Dus ik hoop dat ik daar ook eentje van meekrijg. Dat is misschien ook wel leuk om een beetje er wat uit te kunnen laten zien. Dus ik ga jullie meenemen. Hey. Nou, ik ga eerst Ila even wegbrengen. Ik zal ook even laten zien wat ik aan heb. Ik heb een trui aan van Nike. Die heb ik gewoon even nu eroverheen, omdat het anders een beetje koud is. Deze top is van Le Coq Sportif. Die kan je bij Perisport halen, maar die zie je straks wel als ik ga sporten. Broek is van Nike, of legging. En mijn schoenen zijn ook van Nike. Oh ja. Zo, ik ben op de locatie. Ja, zo ziet het er een beetje uit. Groene beltjes op en we gaan zo gelijk trainen. Dus dat wordt wel. Allemaal snacks en hapjes en drankjes. Ik zie volgens mij echt van die gezonde fruit shots. Fruit. Echt superleuk. Nog een bekende. Dit is Lilian. Ik zal wel even een linkje naar haar kanaal erbij zetten. Zij is ook lekker sportief en ook uitgenodigd hiervoor. Dus ik ga lekker sporten zo. Ik heb er zin in. Ja, echt hè. Zo. Smooth. Lekker. Kijk, dit is het boek. En er staan ook echt oefeningen in. En van alles en nog wat. Voedingstips. Ik zie al eten. En volgens mij zag ik hier ergens ook workouts. Ja, zie je? Hier zijn allemaal workouts. Echt super gaaf. En deze krijgen we dus mee. Dus dat is echt cool. Jij doet dit. Maar je moet. Je moet echt maar je voeten hier. Je billen hier. Je stopt hier. En hier. Nee, bijna. En hier span je je triceps aan. Weet je wat je triceps zijn? Natuurlijk. Wijs eens aan. Nee, zie je? Je weet niet. Dat is deze spier. Ja, oké, maar je pakt hem toch hier achter? Nee, maar het gaat om dat je weet wat je aan moet spannen. Want anders heeft een oefening ook geen zin. Dus dit zijn je triceps. En je spant hem hier aan. Knijp je hem aan. Wat je? Doe het toch eigenlijk?
Alleen je iets... billen bij de grond. Oké, okay, nog een keer proberen. En dan opdruk, hè, 10 okay keer. Ik heb al 12 gedaan, hè? Oké, okay, nu? Nu al kapot. Ik ben gewoon topfit, hoor. Ja. Het is echt pittig. Drie keer. Begrijp je dit? Ja, dus we beginnen met. Het is gewoon heel makkelijk. Laat maar zien. Oké, ik moet weer naar bezoek. We beginnen met deze. Dan de kikkersprong. Heen en weer. Terug. Dan de wall sit. Dan laag lopen, kikker lopen. Zo. En dan zo. Terug. Ja? Ja, en je wil iets meer deze kant op. Ja. En dan? De hak op de stoel, ja, zo. Ja. Yes. Dat is hem. Meisjes die komen naar de gym, zo vanavond gaan trainen, want ze hebben niks gedaan. Nee. Zo, de workout zit erop. We gaan ons even omkleden. Hier in de wc. En dan gaan we lunchen. Gezond lunchen. Oké, duwen. Zo, ik heb me even gefatsoeneerd. Ik heb gewoon even een colletje aan. Broek, schoenen, wat simpels. En we gaan lekker eten. Kijk, ik zie tomaten, gehakt saus en allemaal gezonde dingetjes hier. Ik zei, je komt ze allemaal mee. Ik ga het zo even laten zien. Ik vond een herhaling, denk ik, wat langere stukken, maar en dan die wall zit. Ja. Na dat springen en dan die wall zit. Oh, voel je het branden, joh. Heel zwaar. Ja. Het is wel het voor het resultaat het beste, zeg maar. Ja, dat sowieso. Kijken wat ik ga nemen. Ja, ik zie allemaal kip. Kipsalade. Oh, avocado. Ik ben echt een avocado vriend. Ja. Hier tonijnsalade. En hier lekker water met munt en citroen. En deze heeft komkommer erin. Oh, dat is ook lekker trouwens. Dit is een soort soep. Oh, wat is dit? Oh, dat wil ik ook wel proberen. Broccolisoep of zoiets. Let's try. Honey Hanna, wat maak je? Ik maak zoveel dingen. Ik kan koken. Ja. Zoals je ziet heb ik dat net gemaakt voor jullie. En dus als je ook zoiets wil, bel me, kom ik gezellig langs. Echt, ik zit koken. Nu op zijn YouTube kanaal. En even kijken hoor. Het zijn vooral vlogs eigenlijk, toch? Wat je, ja, en je gaat een beetje bij mensen op bezoek of zo. Ja, ik weet je, Tis, ik laat zien hoe je een kijkje in het leven van. Dus de ene keer zijn we bij een voetballer, de andere keer zijn we bij een artiest. Maar dat is wel leuk. Is het lekker? Ja, het is echt lekker. Deze gerechten die kun je trouwens in het boek van Faya vinden. Dat ga je ook even. Echt, alles staat erin. En deze is ook echt lekker. Broccoli soep, echt super lekkere smaak eraan. Nou, wij zijn hier een beetje klaar nu. Ik denk dat we straks nog een goodiebag meekrijgen. En daarna heb ik nog een afspraak. Maar daar kan ik jullie niet mee naartoe nemen. Maar daar komt wel een video over. Dus dat zien jullie binnenkort. Verder ga ik nu even de stad in. Nou, ik ben inmiddels weer thuis. Ik ga jullie gelijk even laten zien wat ik allemaal in de goodie bag heb zitten. Dat is misschien ook wel leuk. Ik zet de camera even zo. Oh. Zie je het zo een beetje? Ja. Of niet? Ja, dat is beter. Ik heb hier... wat staat erop? Rusty maple violet, happy salad. Oh, hier kan je dus een salade in doen. Of andere dingen, wat je wil. Volgens mij zitten er meerdere bakjes in of zo. Ga eens kijken. Oh ja, er zitten... Oh, hier kan je een soort sausje in doen eventueel. En hiermee maak je hem gewoon open. Dus dat is echt handig voor als ik een keer op stap ben. Of weet ik veel waar naartoe ga. En ik wil gewoon zelf een maaltijd meenemen. Of een salade of iets. Dan kan dat dus hierin. Dan... Altijd goed. Oh, deze is van Body & Fit. Handig.
shakebeker, altijd goed. Wat is dit? Vloeibare stevia, geheel natuurlijk en zonder calorieën. Bepaal zelf de smaak van je shakes, smoothies, yoghurt, dranken of andere gerechten. Een soort natural flavoring heet het. En dat is ook van Body & Fit. Dus die ga ik wel uitproberen. Ik ben benieuwd. Dit is dan de smaak aardbei. Dus dat is wel lekker als je dan een keertje een smaakje door je drankje wil of door je shake. Dan kan je die er dus doorheen doen. Wat is dit? Pro Base Mattifying Fixing Mist van Makeup Academy. Handig. Matterende spray is dit. Dan heb ik hier een soort dopje voor een fles. Ik weet niet precies. Volgens mij is dat zo'n speciale fles daar, waar we net ook uit dronken. Maar ik weet even niet of het ook op andere flessen kan. Moet ik even kijken. En anders dan moet ik nog even zo'n fles halen ervoor. Verder van de Body Shop. Deze is volgens mij heel lekker. Zo'n body cream. Oh, ja, heerlijk. Deze ruikt echt zo naar bloemen, zeg maar. En dat is deze van de Body Shop. Dan Bieslook Peterselie Huttenkazen. Als ik het goed uitspreek. Altijd goed. Volgens mij zit het wel lekker op crackers en zo. En daar hebben we ook naturel van. Cottage cheese. Dat is wel lekker door salades en zo. Dus die ga ik gelijk in de koelkast zetten zo. Dan hebben we BioCare. Oh, nou dit is voor je menstruatie. Geen idee wat het is, maar ik zie het er wel op staan. En tot slot natuurlijk Faya de Boek. Echt super leuk. Ik had jullie net al een beetje een beeld gegeven van wat er allemaal in staat. Ik zal nog eventjes... Oh ja, wat ik wel vet vond. Nou, dit was toevallig een oefening die we ook hebben gedaan. Deze voor je tricep. En ze heeft dus echt allemaal beelden, foto's laat ik het zo zeggen, van oefeningen. Dus dat is echt super handig. En eigenlijk zijn dit oefeningen die wij net ook grotendeels gedaan hebben. Ook lunches, squats en zo. En ook van die billenoefeningen. Hier, deze hebben jullie waarschijnlijk net ook al gezien. Die, echt super leuk. Dus, en vooral ook zeg maar het eten wat we net hadden. Die lunch, zeg maar. Dat staat er ook allemaal in, de gerechten ervan. Die kip, ook volgens mij hebben we deze gegeten. Ja, deze hebben we gegeten. En dan was die kip was in stukjes gesneden. En wat staat er nog meer in? Even kijken of ik even snel iets kan vinden. Ja, ja, ik zie het al. Tomaten gehakt saus. Deze had ze ook klaarstaan daar. Alleen dan was het met, volgens mij met pennen hebben we het gegeten uiteindelijk. En dan met tomatensaus. Die was ook echt heel lekker. Heel veel smaak ook eraan. Echt super lekker. En het is dus blijkbaar gewoon gezond. En die smoothies en zo staan erin. Dus nee, ik ben er heel blij mee. En ik ga die, ja, deze ga ik echt wel lezen. Dit is gewoon ja, van alles wat staat erin, zeg maar. Dus het is niet echt een boek met een verhaal of zo volgens mij. Maar echt gewoon recepten, workouts. Echt gewoon een boek waar je wat aan hebt. En waar je ook gewoon eigenlijk dagelijks wel in terug kan kijken. Dus helemaal happy ermee. En even kijken. Ja, dit was de tas dan. Ook leuk. Oh ja, en niet te vergeten. Deze mat had ik ook gekregen. Maar wel grappig, want ik wilde sowieso nog een mat halen voor thuis. Maar dat is nu dus niet meer nodig. En er staat trouwens MKBM op, My Killer Body Motivation. Nou, dat waren dus alle items uit de goodie bag. Het was echt super leuk verder ook. De workout was leuk die we hebben gehad. De lunch was heel lekker. Echt heerlijk gewoon. Die pasta en zo. En het smaakt ook helemaal niet dat je zegt van... Oh, er zit helemaal geen smaak aan. Er zit juist heel veel smaak aan, ondanks dat het gewoon heel gezond is. Dus ik ga zeker die recepten ook uitproberen. En ja, misschien ook dat er meer workouts, ook meer oefeningen zeg maar in het boek staan. Dat ga ik nog allemaal even doornemen. En dat ga ik dan ook gewoon allemaal uitproberen. Maar ja, dat boek is wel zeker een aanrader. Verder moet ik nu nog even wat dingetjes regelen. En daarna komt Ila weer thuis. Dus dan gaan we denk ik gewoon lekker eten. En dan neem ik jullie straks wel weer verder mee in de dag. Ik heb trouwens weer hele leuke dingen bij Lofty Manor besteld. Deze twee t-shirts. Ik heb ze in het zwart en het wit. Wel met dezelfde tekst. Work hard, dream big. En die hebben dus van die open schouders. Ik hou daar de laatste tijd echt heel erg van.
En ja, deze kan je gewoon zo in je broek doen eventueel. Of gewoon eroverheen. Of met een rokje of een kort broekje in de zomer. Dus dat is wel echt leuk. En daarnaast heb ik ook deze. Deze heeft zeg maar echt, dus gewoon echt een strapless topje met lange mouwen. Dus zo loopt die. En dit is wat ja, kleurrijker om het zo maar te zeggen. En die lijkt me echt heel leuk om een keer bij een festival of zo te dragen. Of op een feestje. Het is ja, veel kleurrijker zeg maar dan wat ik normaal gesproken draag. Dus deze lijkt me wel echt leuk om een keertje te combineren. Of met een zwart broekje of zo. Of een rokje. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat staan. Dus die heb ik daar besteld. En daarnaast heb ik weer een hele leuke winactie voor jullie. Jullie kunnen namelijk 100 euro shoptegoed winnen bij Lofty Manor. En het enige wat je daarvoor eigenlijk hoeft te doen is mij te volgen op Instagram, Lofty Manor te volgen. En vermeld even in de comments onderaan deze video, zeg maar. Vermeld daar ook even je Instagram account, want dan kunnen we contact met je opnemen als je hebt gewonnen. En ja, je maakt meer kans als je een leuke reden erbij geeft in de comments waarom jij zou moeten winnen. Dus heel veel succes. En ja, ik hoop dat de winnares heel blij gaat zijn straks. Ik was helemaal vergeten om verder te vloggen, maar ik ben dus met deze kleine man. Hè? Jij gaat zo slaapje doen, hè? Tekenen. Je hebt toch gedronken, toch? Tekenen. Wat wil je tekenen? Nou, ik ga Eli zo naar bed brengen. Die is lekker nog aan het spelen. En dan is het bedtijd. Dus ik ga ook niet veel bijzonders meer doen. Dus tot de volgende video. Doeg!